Hallo allemaal, daar zijn we weer met Lezen voor de Lijst. Dit keer De Val van Marga Minko, 1983. De Val is een prachtige novelle met een alwetende verteller. Het motto is een citaat van Saul Bellow over het stilzetten van de tijd op een filmbeeld. De film van het leven van Frida Borgsein wordt stilgezet en op een gure winterse donderdag in 1982... en in april 1942, de dag dat haar familie wordt opgepakt en zij overleeft als enige. Maar ook als je die beeldjes stilzet, kun je het je gewoon niet begrijpen met een gewoon bewustzijn. Helemaal niks kun je van begrijpen wat er eigenlijk in het leven gebeurt. Door de rol, voeg ik nu toe, want dat staat niet in het motto, door de rol van het toeval. Die is daarvoor te groot. Er zijn drie verhaallijnen. Die van Baltus en Verstrijen, dat zijn gemeenteambtenaren, gemeentewerkers, en die maken putten schoon, die zuigen ze leeg, waar het water te heet geworden is. Ze hebben bij het laatste put geen hekjes gezet, maar Verstrijen bewaakt de put, terwijl Baltus een even gaat plassen. Toevallig, dan heb je het eerste toeval weer, blijft Baltus wat lang weg, zodat Verstrijen even wegloopt om te gaan kijken waar die blijft. En op dat moment valt Frida Borgsein in de put. Het is dus heel toevallig en ze komt om. Dan is er de verhaallijn van Frida Borgsein, de oude Joodse dame, sterk, eigenzinnig, charmant. Ze denkt terug aan 21 april 1942, toen Hein Kessels ze zou komen halen met de auto om naar Zwitserland te gaan, om te ontsnappen aan de Duitsers en de vervolging. Vlak voor het noodlot toeslaat gaat Frida even naar boven om een vest voor haar dochter Olga te halen. En treuzelt ze een minuutje. Ze staat even op adem te komen, omdat het lastig was dat vest te pakken te krijgen. Juist dan komen de Duitsers binnen en nemen Jacob, Olga en Leo mee. En ook later blijkt Hein Kessels. En ze worden afgevoerd en eindigen natuurlijk in de gasovens van het concentratiekamp, behalve Hein Kessels. Ze wil nog naar beneden rennen, maar ze valt over een roede op de trap. Vandaar de titel van het boek, De Val. En ze kan nog net buiten de auto om de hoek zien gaan. Sinds die dag heeft ze haar verjaardag niet meer gevierd. Maar nu ze morgen 85 wordt, maakt ze zich op voor de voorbereidingen. Maar ze wordt toevallig nog even opgehouden door andere bewoners en door de directrice. En dan gaat ze uiteindelijk op weg naar de stad, maar ze valt in de put. Juist omdat Verstrijen is weggelopen, heel toevallig. Dat is weer de tweede val, dus de val. Dan is er de verhaallijn van Hein Kessels, die aan Ben Abels, de klusjesman, met wie Frida goed kan opschieten, dit vertelt, dat hij zelf eigenlijk op 21 april geen auto kon regelen, heel toevallig. Hij zou de familie met de auto komen ophalen, maar hij kon het maar niet voor elkaar krijgen om een auto te krijgen. En dus ging hij op de fiets. Hij reed niet, maar hij racete erover. Hij was bang dat hij te laat was. En dat heeft heel toevallig de aandacht van de Duitsers getrokken. En die zijn in een auto achter hem aangereden, hem gevolgd, en toen konden ze zo, toen hij zijn fiets daar neerzette, bij de Borgsteins oppakken, want Jacob de vader deed zelf open. Hein was 7 minuten te vroeg. Als hij rustiger gelopen, gereden had, dan had dat misschien allemaal niet de aandacht van de Duitsers getrokken en was het allemaal niet gebeurd. Maar Jacob opent de deur zo gauw hij hem ziet en zijn ze allemaal dus opgepakt.
Doordat hij te vroeg is, meende Frida dat ze nog wel even de tijd had om het vest te halen voor haar dochter en treuzelt ze nog een minuutje boven. En toen hoorde ze de Duitsers vlug naar beneden, viel van de trap en weg waren ze. Maar ze is dus te laat en ze kan de Duitsers nog net de hoek om zien rijden. Hein wordt geplaagd door schuldgevoel, door als-dan redeneringen. Als ik nou rustiger had gefietst, dan zou misschien... Als ik niet gegaan was, omdat ik geen auto had, maar ik het had uitgesteld, wat was er dan gebeurd? Het wrange is dat Frida nooit eigenlijk te weten gekomen is hoe het zich werkelijk heeft afgespeeld. Ze heeft altijd gedacht dat misschien die Hein Kessels haar wel verraden heeft, maar dat is dus niet zo. En na de oorlog kon Hein de confrontatie met haar niet aan en zo is ze het nooit te weten gekomen. Allemaal noodlottig toeval. Dat je with normal consciousness, you can't even begin to understand what's happening. Met een normaal bewustzijn kan je zelfs niet een begin maken van begrip als je dit allemaal hoort dat het zo gegaan is. Wat is het thema? Nou, Minko's thema's gaan meestal over geïsoleerde mensen die de oorlog hebben meegemaakt en die vaak door toeval, door noodlottig toeval, die oorlog als enige hebben overleefd en die met de eenzaamheid en het schuldbesef daarover moeten leven. In deze novelle is het schuldbesef bij Frida niet zo duidelijk aanwezig. Hier is het vooral het noodlottige toeval dat een rol speelt. Het lijkt of Frida Borgstein met haar obsessies voor cijfers, want ze is boekhoudster geweest en zit steeds te rekenen, het toeval wil narekenen, hè? Dus de gebeurtenissen wil narekenen, om orde in de chaos te scheppen, om het stilstaande beeldje op de film beter te begrijpen, maar dat lukt niet. De titelverklaring is dus eenvoudig. Twee keer gaat het om een val. Eén keer in de put, waarbij Frida Borgstein omkomt. En één keer in het huis als ze op het punt staan naar Zwitserland te gaan. Als zij te laat is en van de trap valt. Val slaat ook op de val waarin ze trappen als hun familie door de Duitsers wordt opgepakt. Als het al een val was. Als het al een val was, want... Het is maar de vraag in hoeverre de Duitsers dat opzettelijk hebben gedaan. Ze hebben gewoon die Heinhard zien fietsen en gedacht, we gaan hem even volgen. Val en toeval horen in deze novelle bij elkaar. Je wordt als mens door het toeval uiteindelijk toch ten val gebracht. Een belangrijk motief is het schuldmotief bij Hein Kessels... Bij Frida ook nog wel, waarom heb ik getreuzeld? Maar het is niet zo heel erg vooraanstaand, maar het is wel zo, ze denkt daar wel over na. Abels en de directrice en het hoofd van de huishouding, die hebben weer schuldgevoelens omdat ze Frida alleen op straat hebben laten gaan, terwijl ze al 84 was. Mensen leven in dat bejaardentehuis langs elkaar heen. En dat komt door de alwetende verteller ook, die het perspectief laat verspringen van de een naar de ander. En daaruit maak je op dat ze niet echt wezenlijk contact met elkaar maken. Alleen zijn. Heden en verleden lijken elkaar voortdurend aan te raken in deze novelle. Dat is ook heel typerend voor Minko. Dat verleden is altijd in het heden aanwezig. Het vest voor Olga wordt het vest dat de directrice aan Frida aanraadt voor ze naar buiten gaat, bijvoorbeeld. Dat is een heel klein detail, maar dan kun je zien dat het verleden in het heden zit, als het ware. En zo zijn er nog meer voorbeelden die je kunt geven waar heden en verleden elkaar raken. Mooi detail is dat Abels de natte inhoud van de tas met de familiefoto's naar de container kelder brengt en ze dan bijna plechtig en een beetje starend in de asemmer gooit. En dan denk je natuurlijk bij as natuurlijk aan het verbranden van de Joden en
Nu is die herinnering aan die mensen op die foto voorgoed uitgewist, nu het weggegooid is in de asemmer. Nu is er niemand die ze levend houdt in de herinnering. Want dat was waarvoor Frida leefde, om de herinnering levend te houden aan degenen die haar lief waren en die in de oorlog zijn omgekomen. Veel betekenender kan dat dus ook niet. De familie is nu echt tot as geworden. En ze worden zelfs niet meer herinnerd door Frida. Meestal wordt er ook op het tentamen of in een werkstuk gekeken naar de stijl. Er zijn veel open plekken, dat is typisch Margaminko. En understatement. Haar stijl is bijna kaal, het zijn eenvoudige zinnen. Terwijl je erbij zou willen schreeuwen, uitroepen, wanhoopskreten laten horen. Zo verschrikkelijk is het wat er gebeurt. Zo groot en onbegrijpelijk is het. Maar dat gebeurt niet. Het blijft heel eenvoudig van taal. Heel overzichtelijk, heel kaal. En als je dus zeg maar heel eenvoudig en kaal spreekt, en het gaat om iets wat je van binnen eigenlijk enorm emotioneel raakt, dan spreek je van understatement. En dat is hier de stijl. Maar ook al zouden die wanhoopskreten geweest zijn of die diepere gevoelens beschreven zijn in een andere stijl, dan nog zou je niet begrijpen, zegt het motto, wat het verdwijnen van deze drie mensen teweeg heeft gebracht. En als je eraan de Tweede Wereldoorlog denkt, gaat het om 6 miljoen Joden. Dus dat zou dan 20 miljoen keer zo'n soort gebeurtenis geweest zijn. Dat is gewoon totaal onbegrijpelijk. Vandaar het motto. Dit was het weer. Het is een prachtige novelle. Je leest hem zo uit. Je hebt nu de achtergrondinformatie erbij. Als je het wat vond, like dan even mijn video. Kijk op mijn kanaal. Abonneer je. Want dan kun je kiezen uit meer boeken. En je moet nog wat verschillende dingen lezen. Ik dank je wel.